demo die ik voor jullie heb is een ombre. Wil ik jullie laten zien met deze prachtige pastels. Want ja, het is echt, echt heel erg mooi. Het loopt heel mooi in elkaar over en goed een ombre van te maken. Dus kijk maar mee. Ik ga een ombre maken met 4 van de gel polish kleuren. En ik begin met de cherry. Dan de blueberry. De pistachio. Ik zet ze echt tegen elkaar aan. En ik eindig met de lemon. Pak ik mijn ombre penseel en ga heel zachtjes contact maken met de gel polish kleur en met de zwevende beweging, al kantelend met mijn tip en met mijn penseel van links naar rechts, van boven naar onder. Veeg je penseel af aan je brushwipe. Dan draai ik de nagel en herhaal dit, maar nu de andere kant op. Dus ook weer heel zachtjes. Deze stap herhaal ik. Eigenlijk weer precies hetzelfde, dezelfde kleur op dezelfde plek. En gaan we hem nog een keertje en dan zul je zien dat hij echt heel mooi en gaal wordt. Mijn gel polish ombre is nu uit de lamp, maar ik wil hem nog een beetje opleuken. Dus kijk maar mee, want ik ga inlays gebruiken. Dit is nummer 25 uit het potje. Ik heb een heel klein beetje bezentop aan mijn penseel gepakt. Het zal als een soort lijm werken, waardoor ik ook gericht stukjes her en der kan neerleggen. Ik focus me ook echt op het midden van de nagel. En als je hier nou bijvoorbeeld toch een stukje hebt zitten, een streepje waar je niet tevreden over bent, nou, perfect plekje om daar zo'n mooi glittertje op te leggen. Nou, en dit doen we dan zo in de lamp. Die even weg. Ja. En dan kunnen we hem aflakken. Je hebt natuurlijk nu ook wel misschien een heel klein beetje hoogteverschil. Dus ik kies er nu ook voor om hem af te lakken met 2 lagen top. Ik kies ervoor om de eerste laag met een bezentop of de soak of topgel zou ook kunnen. En daarna een topgel naar keus. En die gaat extreem mat worden. Want hoe mooi is het om die inlays mat af te lakken. Echt geweldig effect. Dus kijk maar mee. En als die dan uit de lamp komt, kun je natuurlijk nu ook al zien hoe die eruit ziet. Glanzend, supermooi. Maar ik wil een mat. Ik heb mijn extreem mat even goed geschud. En die ga ik nu gebruiken om de laatste laag toe te passen. Nou, zo ziet hij er glanzend uit. Ook supermooi natuurlijk. Maar de extreem mat erover. 1,5 minuut uitharden. En dan zie je zo het eindresultaat. En als hij dan is uitgehard, dan is dit het eindresultaat. Kijk maar mee. En zo zie je maar, zelfs met deze kleuren kan ik zelfs een ombre. Ik vind het echt super lastig. Maar je ziet, het is echt goed te doen met deze lijn. Dus ja, ik wil het niet zeggen, maar het zijn echt must-haves. En hoe blij word je hiervan? Het is echt een prachtige ice cream collection. Dus nou, veel plezier. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. En het toch even gaat proberen. Want die ombre is echt super mooi en makkelijk te doen met deze lijn. Doei doei!